Kazachstan, Alexander Dyachenko. Start hier van Andrei Grivko uit de Applaus hier voor een gerenommeerd tijdrijder, Ramunas Navardauskas. Begint aan zijn 46,3 kilometer. Dames en heren, mogen wij uw aandacht voor de prijsuitreiking, de officiële huldiging van de wereldkampioenschappen tijdrijden voor elite mannen. In third place and winner of the bronze medal, Vasil Kirienko of Belarus. De derde plaats en winnaar van de bronzen medaille, Vasil Kirienko, Wit-Rusland. The medals today will be presented by Mr. Renato De Rocco, Vice President of the UCI. De medailles worden uitgereikt door Renato Di Rocco, de vice-president van de Internationale Wielerunie. The flowers will be presented by Mr. Fred Gillissen, Alderman of Hallein. De bloemen worden uitgereikt door Fred Gillissen, de wethouder van Heerlen. In second place and winner of the silver medal, Taylor Finney of the United States of America. Op de tweede plaats en winnaar van de zilveren medaille, Taylor Finney, Verenigde Staten van Amerika. The medals presented again by Mr. De Rocco and the flowers by Mr. Fred Gillissen. De medaille van Renato Di Rocco en de bloemen van Fred Gillissen. In first place, for the second year in a row, winner of the gold medal and the rainbow jersey, Tony Martin of Germany! Dames en heren, in het wereldkampioenschap, winnaar van de regenboogdraai en de gouden medaille, Tony Martin, Duitsland. Mr. De Rondo will present the jersey and the gold medal. De heer Di Rocco overhandigt de trui en de gouden medaille.
Mr. Gillissen de Flowers. En de bloemen worden geplukt door meneer Fred Gillissen, de wethouder van Heerlen, waar de tijdrit is begonnen. De atleten op het podium. Stand on the podium, please. Ladies and gentlemen, we will now play the national anthem of Germany. We spelen nu als eerbetoon voor de winnaar het nationale volkslied van Duitsland.